De zorg verandert. Tot nu toe stond de overheid altijd en voor iedereen klaar. Die tijd is voorbij. Steun en hulp zoek je nu allereerst in je netwerk, familie, buren en vrienden. En lukt het daar niet, dan kun je aankloppen bij de overheid, maar pas in tweede instantie. Steun en hulp zoeken in je eigen netwerk is nog niet zo makkelijk. Je moet relaties onderhouden. Je moet zelf ook anderen helpen, wederdiensten aanbieden dus. Je moet ook uitleggen waarom je hulp nodig hebt. En je moet daarom goed inzicht hebben in je problemen. Je moet ook goed weten wat je zelf kunt. En je moet weten wanneer je professionele hulp inschakelt. Al dit soort zaken regelen heet zelfmanagement. Je eigen leven managen betekent zelf keuzes maken. Doe je iets wel of doe je iets niet? Voor mensen met autisme is zelfmanagement extra lastig. Sociale vaardigheden zijn vaak matig ontwikkeld. En plannen en organiseren is ook niet de sterkste kant van mensen met autisme. En keuzes maken leidt al gauw tot stress. Hoe kun je aan zelfmanagement doen als je autisme hebt? Misschien kan nieuwe technologie daarbij helpen. In dit programma gaan we nieuwe tools bespreken die handig zijn voor mensen met autisme. In dit programma gaan we dit thema op 4 manieren belichten. De veranderende rol van de cliënt. We gaan het over apps hebben. Het digitale gezondheidsdossier wordt toegelicht. En we gaan Qli belichten. De rol van de cliënt verandert. Om dat duidelijk te maken worden verschillende woorden gebruikt. Naast zelfmanagement is dat bijvoorbeeld zelfredzaamheid en zelfregie. Wat wordt daarmee bedoeld? We vroegen het aan Matt van der Heijden, directeur geneesheer van het Dr. Leo Kannerhuis. Als we het hebben over zelfredzaamheid, dan bedoelen we daarmee dat er elke dag natuurlijk allerlei dingen op je afkomen. Allerlei taken, allerlei verantwoordelijkheden, allerlei problemen die je moet oplossen. En naarmate je ouder wordt, moet je dat steeds meer zelf doen. Als dat lukt, dan is dat natuurlijk ook prettig voor je, hè? Prettig voor je zelfbeeld. Dan heb je het idee van, nou jongens, ik kan het leven aan. Zelfregie in de zorg, daarmee wordt meer bedoeld, hè, dat je sommige hulp niet meer hoeft te halen door echt letterlijk bijvoorbeeld naar een hulpverlener toe te gaan of een hulpverlener naar jou toe te gaan. Maar laten we zeggen, om dat op andere manieren voor elkaar te krijgen. Bijvoorbeeld door op het moment dat je het nodig hebt een mailtje te sturen of even een telefoontje te plegen of wat dan ook. Hè. En dat zijn ook manieren om eventueel de zorg wat goedkoper te maken. De cliënt is dus de regisseur van zijn eigen leven en de zorg die daarbij hoort. Maar hoe pak je dat aan als je autisme hebt? Het lastige van autisme is dat het zich op zoveel verschillende manieren kan openbaren. En dat betekent dat de een veel beter in staat is dan de ander om zichzelf te redden en zorg voor zichzelf te organiseren. En ik denk dat er echt wel mensen met autisme zijn die dat kunnen, zeker als ze bepaalde hulpmiddelen daarvoor krijgen. En ik denk dat het ook best goed voor ze is, best ook goed voor hun zelfgevoel, dat ze dingen wat meer zelf kunnen regelen. Maar we zullen ook heel eerlijk moeten zijn, er zijn ook cliënten met autisme die dat echt niet kunnen. En we moeten denk ik ook niet schromen om dat duidelijk te maken. Sommige mensen hebben echt heel veel stut en steun nodig. Daar moeten we gewoon duidelijk over zijn. Niet alleen de rol van de cliënt verandert, maar ook van de hulpverlener. Die zal de cliënt vaker moeten aanmoedigen en ondersteunen om zijn eigen netwerk in te schakelen. Althans, voor zover dat mogelijk is. En dat betekent dat de hulpverlener soms wat meer op afstand blijft. Nou, dat betekent voor de hulpverlener dat hij wat meer op zijn handen moet kunnen gaan zitten natuurlijk. Hè? Want ik denk hulpverleners hebben misschien ook wel als karaktertrek dat ze ook graag verantwoordelijkheden overnemen of iemand heel erg helpen bij de dingen die hij in het dagelijks leven moet doen. Dus je moet op je handen kunnen zitten. En je moet er ook tegen kunnen dat je van sommige patiënten vraagt om pas contact met ze op te nemen als er echt problemen zichtbaar worden, hè, over beren op de weg zichtbaar worden. En dan moet je ook wel zo goed met je cliënt vertrouwd zijn dat je dat ook aandurft. Hè. Dus dat zijn ook voor ons veranderingen. Ja. Mobiele technologie kan helpen en is een onzichtbaar hulpmiddel. Dat is een voordeel. Als je een hulp- of zorgapp raadpleegt op je mobiel, ziet niemand dat. Iedereen kijkt immers op zijn mobiel en niemand weet dat je een autisme-app raadpleegt.
We merken ook dat heel veel van de technische zaken die we hebben ontwikkeld, die kunnen mensen ook raadplegen op een manier die niet stigmatiserend is. Er is ooit eens een keer een hoogleraar geweest die heeft gezegd, wat ik voor mensen met autisme doe, dat is onzichtbare protheses maken voor een onzichtbare handicap. En het feit dat je bijvoorbeeld de hulp van een app kan inroepen op je iPhone, hè, wat natuurlijk heel gewoon is, dat mensen gewoon op een iPhone kijken, ja, dat is niet stigmatiserend. Mobiele technologie gaat de zorg ingrijpend veranderen, zo is de verwachting. De smartphone en de tablet worden onze personal assistant. Deze apparaten ondersteunen ons nu al bij het dagelijks leven, maar we staan pas aan het begin. Onlangs ontving de redactie van Autisme TV een mail van Jorien, waarin ze vertelt hoe ze apps gebruikt. Het is een mooi voorbeeld en daarom volgt hier haar verhaal. Ze wilde echter zelf niet in beeld. Hallo, ik mail jullie omdat ik wat wil vertellen over mijzelf. Ik ben een meisje van 16 jaar, heb hoogfunctionerend autisme en ik heb een IQ van 127. Ik ga momenteel niet naar school en ik gebruik in het dagelijks leven de app Autiplan. Dit helpt mij perfect met wat ik moet doen. Ik wil graag even kwijt hoe ik dat ervaar. Ik gebruik hem voor de alledaagse dingen als eten, wat ik overdag moet doen en om bijvoorbeeld niet te vergeten om te douchen. Ik maak die planning elke avond van tevoren samen met mijn moeder. Het handige van die planning is dat ik hem altijd bij me heb op mijn mobiel. Ik krijg een reminder zodra er een volgende activiteit is en ik kan precies zien hoe lang het nog duurt voordat de volgende activiteit begint. Deze app heeft mij al heel erg geholpen in het structureren van mijn dagen. Het zorgt ervoor dat ik minder gespannen ben en sneller weet wat ik wanneer moet doen, zonder dat ik zaken vergeet. De andere kant van het verhaal is dat ik wel wat afhankelijker ben geworden van mijn planning. Ik kan moeilijk zonder. Maar dat heb ik er wel voor over, aangezien het mij erg helpt. Dit is wat ik graag hierover aan jullie kwijt wou. Groet Jorien. We gingen langs bij Robert Houtenbos, adviseur mobiele innovaties in de zorg. Hij vertelt over de apps die er nu al zijn en welke ontwikkelingen er aankomen. Beginnen we bij Facebook. Facebook is de meest gebruikte mobiele toepassing in het algemeen. En je kunt ook heel eenvoudig via Facebook lotgenotencontact onderhouden. En dat is ook al een hele belangrijke vorm, want je hebt je telefoon bij je. En je kunt heel gemakkelijk, ik heb hem hier ook bij me als speakbriefje, heel gemakkelijk gebruiken. Want die ondersteuning he, van wat moet ik allemaal vertellen, dat is ook gewoon een algemene toepassing. In mijn geval gebruik ik Evernote bijvoorbeeld. Dat helpt mij enorm in de structuur bijvoorbeeld van een gesprek als dit. Wie in de appstores van Apple en Android zoekt op autisme, vindt er vele. Zo zijn er talloze apps waarmee je dagschema's kunt maken. Met Picto's bijvoorbeeld. Zoals deze, iPicto. Er zijn ook veel apps waarmee je takenlijstjes kunt maken en een timer kunt instellen die aangeeft wanneer je een taak moet doen. iPrompts is een voorbeeld. Maar ook Autiplan, de app die Jorien gebruikt, is handig voor mensen met autisme. Een andere opmerkelijke app is Sociaal op Stap. Je kunt hiermee jezelf voorbereiden op sociale momenten. Stel, je wilt iemand troosten. Dan kun je het verhaaltje kiezen, ik wil iemand troosten. Je ziet dan hoe je dat zou kunnen doen. De website van Sociaal op Stap bevat veel van dit soort sociale verhalen. Je kunt ze ook zelf aanpassen. En je kunt ze via je smartphone raadplegen overal waar je bent. Er wordt enorm hard doorontwikkeld aan mobiele toepassingen door enorm grote spelers die niet zozeer direct medisch ook van aard zijn. Denk bijvoorbeeld aan Google. We kennen allemaal Google Maps. Enorm makkelijke leidraad, zeker voor mensen met een Android-telefoon, waar het heel erg mooi geïntegreerd is. En wat je ziet is dat Google Maps ook naar binnen gaat. Dus als je de route naar je ziekenhuis wilt weten, vertelt Google Maps je dat nu al. Maar als je ook wil weten waar die afdeling zit waar je precies moet zijn, gaat Google Maps je dat binnenkort ook vertellen. En los daarvan gaat Google door middel van Google Now, want Google weet ook wanneer je daar moet zijn. Dus die geeft je vervolgens ook op tijd een piepje dat je hoognodig naar de bus moet gaan lopen of naar de trein. Want anders kom je misschien niet op tijd op je afspraak. Dus er wordt steeds meer, zonder dat je er echt actief om vraagt, ondersteuning
geboden in je dagelijks leven door de mobiele toepassing. Ook Albert Heijn werkt daar al aan mee. Als je een boodschappenlijstje in je Appie-app hebt ingevoerd, hoef je eigenlijk alleen maar te zeggen in welke Albert Heijn je winkelt. En hij sorteert al je boodschappenlijstje op basis van het meest efficiënte looppad in de supermarkt. Ook het Dr. Leo Kannerhuis ontwikkelt apps. De OV-coach helpt je onderweg bij het reizen. Mocht de bus of trein te laat zijn, dan kun je het probleem intikken op je mobiel en dan laat de app zien wat je het beste kunt doen. Er is ook de schoolcoach. Die helpt je als je in de stress schiet op school. De app helpt je dan om jouw probleem helder te krijgen en wat je daaraan kunt doen. Coaching dus via mobiel. En als je andere medische behoeften hebt, bijvoorbeeld je voelt je niet lekker, wat moet ik doen? Moet ik naar de dokter? Dan zijn er ook toepassingen voor te vinden. Een toepassing die je helpt in een beslisboom met je doorneemt van hey, ik heb ergens last van en is het van zo'n aard dat ik daadwerkelijk een afspraak moet maken met mijn dokter of is er misschien iets anders aan de hand. Ook apps die je helpen bij het innemen van bepaalde medicatie of die je een reminder sturen of die je aan je ouders doorgeven dat het weer tijd wordt om je herhaalrecept in te leveren. Dat is allemaal beschikbaar. Een mobiel bevat steeds meer sensoren en via die sensoren kunnen allerlei gegevens automatisch worden gemeten. Je hartslag, je temperatuur, het aantal stappen dat je loopt op een dag, waar je bent geweest, je slaapritme en nog veel meer. En al die gegevens kun je opslaan en eventueel beschikbaar stellen aan anderen, zoals de zorgverlener, een dokter of je begeleider. Zij kunnen die gegevens analyseren en adviezen geven. Er is dus veel mogelijk dankzij technologie. Maar wordt het niet een enorme warboel aan toepassingen? Door het enorm grote aanbod aan apps, dat ook alleen nog maar toeneemt, is het gevaar best wel aanwezig dat het een enorme warboel wordt aan apps. En we denken bij apps ook aan allerlei toepassingen op onze mobiele telefoon. En natuurlijk is het ook wel zo, want een appje is eigenlijk een programmaatje op je mobiele telefoon. Dat is bedoeld om één taak kort, makkelijk, snel en goed uit te voeren. Maar wat nou als je een hele ketting aan dat soort taakjes hebt? Moet je dan 1000 apps op je telefoon hebben? Nou, ik denk dat het integreren van al die toepassingen in de toekomst steeds makkelijker zal gaan worden. Juist ook omdat ze aan de achterkant, de gegevens die je verzamelt, de data en de content van zo'n toepassing, dat die uitwisselbaar wordt. En dat dat veel meer het product wordt dan het schilletje, dan het appje zelf het product is. Er komen veel meer diensten eigenlijk omheen dan alleen het programmaatje wat je aanklikt op je schermpje. Mobiele technologie gaat de zorg veranderen. Maar hoe weten we wat goed, veilig en betrouwbaar is? Nou, ik denk dat we de weg nu al kwijt zijn. Er zijn al enorm veel initiatieven natuurlijk en ook al enorm veel afgeronde initiatieven. En er komen tientallen medische apps per dag bij in dat aanbod. En wat je nu ziet is dat zorgverleners zich aan het organiseren zijn, juist om ook een vorm van toezicht daarop te kunnen hebben en te kunnen houden. En allerlei toezichthouders ook spannen zich nu ook in om te kijken van oké, is de toepassing wel veilig en betrouwbaar en wat gebeurt er met die gegevens? En wat is bijvoorbeeld de rol van de verzekeraar of van de farmaceut tijdens het ontwikkelen geweest van die toepassingen? Dus dat heeft momenteel enorm veel aandacht overal. En er gaan initiatieven komen, die zijn er nu ook al, die mensen gaan helpen in het filteren op bepaalde toepassingen. Dus als je echt wil weten wat autisme toepassingen zijn voor iPhone, waarvan een dokter zegt dat die betrouwbaar is en effectief is en waarvan jouw lotgenoot zegt dat het hem geholpen heeft, daar kun je gewoon op filteren, nu al. Dit is Stef. Hij heeft een chronische ziekte en ziet daarom veel verschillende dokters en hulpverleners. Elke dokter of hulpverlener heeft een eigen en dus onvolledig dossier over Stef. Stef weet zelf niet wat er in de dossiers over hem staat en hij moet daarom vaak zijn hele verhaal opnieuw vertellen. Dat kan en moet anders, vindt Patiëntenfederatie NPCF. In een persoonlijk gezondheidsdossier verzamelt Stef alle gegevens die nu versnipperd bij de verschillende dokters staan. Hij heeft zo een volledig overzicht van zijn dossier.
Het persoonlijk gezondheidsdossier is van Stef. Stef bepaalt zelf welke informatie hij aan welke dokter en hulpverlener geeft. Hij kan ook zelf informatie toevoegen die hij belangrijk vindt, zoals bijvoorbeeld een dagboek van zijn klachten. Omdat Stef zijn dokters de complete en laatste informatie geeft uit zijn dossier, heeft elke dokter die Stef behandelt dezelfde volledige en actuele gegevens. Dus hoeft Stef niet steeds hetzelfde verhaal te vertellen. Zo maakt Stef samen met zijn dokters de zorg beter. Ja, het gezondheidsdossier kan best wel heel groot worden. Wat ons betreft kan het beginnen bij de geboorte. En als een baby wordt geboren, die krijgt inentingen, er wordt allerlei dingen gemeten over of die goed groeit. Nou, daar zou het kunnen beginnen. Tot en met de ziektes die je doormaakt, kinderziektes, maar het kan natuurlijk voorkomen dat je een chronische ziekte krijgt. Dat is één deel, dus je medische historie. Nou, en hoe ouder je wordt, hoe groter dat wordt. Een tweede is dat er allerlei slimme apps zijn waar je gegevens over jezelf mee kunt meten. Bijvoorbeeld hoe gezond ben ik, je kunt je gewicht bijhouden, je kunt bijhouden hoeveel je nou sport. Dat zijn allemaal slimme apparaatjes en apps die gegevens zouden kunnen toevoegen aan een persoonlijk gezondheidsdossier. Dus al met al kan het echt wel groot worden. Iedere Nederlander een eigen gezondheidsdossier. Dat is het ideaal van de Nederlandse Patiënt- en Consumentenfederatie, de NPCF. Een dossier waarover jij zelf de baas bent en waarin alle gezondheidsinformatie tijdens je hele leven samenkomt. Ook die van de psyche, als dat nodig is. In een persoonlijk gezondheidsdossier kun je ook informatie stoppen over hoe je je voelt, over je psychische gesteldheid. Dat is natuurlijk gewoon een onderdeel van je gezondheid en van wie je bent. Alleen jij kunt als gebruiker of beheerder van dat persoonlijk gezondheidsdossier natuurlijk bepalen of je dat erin wil hebben, ja of nee. En als je dat er al in hebt gestopt, of je dat dan ook nog weer wil delen met iemand. Dus daar ga je helemaal zelf over. Maar het zou onlogisch zijn om wel de lichamelijke klachten en niet de psychische klachten bijvoorbeeld daarin op te nemen. Omdat dat gewoon een essentieel onderdeel is van wie je bent. Het PGD, het persoonlijk gezondheidsdossier, bestaat nog niet. Het is vooralsnog een idee. Hoe gaat het nu verder? Nou, wij hebben deze visie nu geschreven. En een visie is mooi, maar dat is een boekje of een PDF. Die kunnen mensen lezen en in de kast zetten en dan gaat de wereld weer door. Wij hebben zoiets van, wij moeten nu ook actie ondernemen om deze visie werkelijkheid te laten worden. Wij zijn met een heleboel partijen in gesprek om te kijken of we kunnen komen naar een goede manier om het persoonlijk gezondheidsdossier in Nederland in te gaan voeren. En dan kijken we naar initiatieven die nu al bezig zijn. Die willen we betrekken. En we gaan kijken naar nieuwe initiatieven. En dat doen we allemaal omdat we vinden dat de patiënten moeten bepalen hoe dat persoonlijk gezondheidsdossier eruit moet gaan zien in de toekomst. En daar gaan wij ons de komende tijd heel erg hard voor inzetten. Dit zijn Freek en Els. Ze gebruiken Qli, een oplossing die helpt om voor jezelf te zorgen, zelfstandig te leven en te genieten. Freek en Els staan er iedere ochtend mee op. Qli helpt ze om structuur en overzicht te houden in hun soms drukke weekprogramma. Qli stuurt Freek iedere dag bij het ontbijt een sms'je dat hij zijn medicijnen moet innemen. Els woont op zichzelf en vindt het fijn om in de trein naar haar werk even te chatten via Qli met haar moeder. En ze overlegt wat ze vanmiddag met de dokter wil bespreken. Freek en Els staan midden in het leven en voelen zich nooit alleen. Als het even tegen zit, gebruiken ze Qli om met hun sociale netwerk te delen hoe ze zich op dat moment voelen. Want soms hebben ze even hun dag niet. Els zoekt via Qli contact met haar moeder, vriendinnen of haar coach. Ze voelt zich dan beter. Als Freek zich niet zo goed voelt, zoekt hij via Qli contact met lotgenoten. Hij stelt hen vragen, ze praten erover, begrijpen elkaar en daardoor voelt hij zich weer goed. Qli waarschuwt Els dat het tijd is voor haar afspraak met de dokter. Na het gesprek werkt de dokter het zorgplan van Els bij in Qli.
Els vindt het fijn om in Qli al haar persoonlijke gegevens te bewaren. Dan heeft ze dat altijd en overal bij zich. Freek werkt 's avonds zijn dagboek bij in Qli. Hij voelt zich goed. Het was een mooie dag. Qli helpt je om zelf de touwtjes in handen te houden. Zorg voor jezelf. Meld je nu aan op www.qli.nl. Leo Kanhuis is een van de initiatiefnemers van Qli. Wij zijn eigenlijk een aantal jaar geleden gaan nadenken hoe we mensen met autisme zouden kunnen ondersteunen. Wat we zagen is dat mensen met autisme ook na de behandelfase eigenlijk levenslange ondersteuning nodig hebben. Dat was destijds in 2009 ook de behoefte aan een levensloopbegeleider. Nou, dat is ook beschreven. En wij zeiden eigenlijk van ja, dat is niet realistisch om dat nou in een persoon te organiseren. Als we nou de kracht van ICT en internet kennen, dan zouden we dat heel goed kunnen benutten om mensen met autisme te ondersteunen. En zo is eigenlijk de eerste idee ontstaan over het inzetten van een portaal om iemand met autisme en zijn omgeving te ondersteunen in zijn leven. Om goed om te gaan met het autisme. Nou, dat heeft geleid tot waar Qli nu is. En inmiddels zijn we zover dat Qli ook echt vrijelijk beschikbaar is. Iedereen in Nederland kan een account aanmaken op Qli. Ga naar www.qli.nl, maak gratis je account aan. En vervolgens kun je het zo inrichten zoals jij het hebben wil. Dus dat betekent dat je goed kijkt naar wie je uit gaat nodigen, welke apps je selecteert. Nou, je maakt jouw Qli portaal op maat voor jou. Dit is de inlogpagina van Qli. Het systeem is goed beveiligd omdat er persoonlijke gegevens worden opgeslagen. Dit is je persoonlijke homepage. Aan de linkerkant staan een aantal functies. Je kunt een takenlijst maken. Er is een berichtenmodule. Er is een boekenkast. Je kunt contacten beheren. En je kunt met een webcam videoopnames maken. Qli is een netwerkportaal waarin je contact onderhoudt met mensen die voor jouw zorg belangrijk zijn. Via een mailadres kun je andere mensen uitnodigen om deel te nemen in jouw Qli. Die mensen kunnen je dan helpen met jouw zorg. De mensen die meedoen kun je beheren in een overzicht. En je kunt de contacten handig ordenen en rubriceren. Van ieder contact kun je zien of hij of zij online is. En dat zie je aan een groen bolletje. Dirk-Jan in dit voorbeeld is een behandelaar. Je kunt zelf bepalen tot welke onderdelen van Qli je hem toegang geeft. Bijvoorbeeld de moodbox, takenlijst of een dagboek. In Qli kun je ook taken aanmaken en beheren. Ook anderen die jij toestemming geeft, kunnen taken aanmaken. Klik je op een taak, dan zie je wat je moet doen. Je kunt bijvoorbeeld ook invoeren wanneer je medicatie moet innemen. Dit is de berichtenmodule. Je ziet een overzicht van berichten die je zelf en die anderen hebben verstuurd. Je kunt instellen dat een andere een reminder krijgt als je een bericht stuurt. Dit is de boekenkast. Je kunt jezelf boeken aanmaken. Stel, je maakt het boek Leerdoelen aan. Je kunt er dan de afspraken opschrijven die je met je behandelaar maakt. Je kunt dan bijhouden hoe het gaat en de behandelaar kan meelezen en reageren met tips en adviezen. Je kunt ook een dagboek maken of een stageboek. Per boek kun je bepalen wie er mag meelezen, maar je kunt het ook alleen voor jezelf houden. Ten slotte is er de mogelijkheid om met een webcam een videoopname te maken en die te sturen naar mensen in je netwerk. Als je nu al andere apps gebruikt, dan denk ik dat je goed moet kijken waarom je die apps gebruikt. Als je nu reguliere apps gebruikt, wat ik wel eens hoor van mensen, is dat ze zeggen, ja, ik gebruik een Google Calendar. En daarmee deel ik al mijn agenda, kunnen anderen met mij meedenken. Nou, als je alleen dat doet, is dat misschien ook voldoende. Maar wat ik ook zie, is dat mensen reguliere apps gebruiken om zorggerelateerde informatie te delen over jezelf. Dan zeg ik, dat kun je beter in Qli doen, want in Qli is de veiligheid en de privacy gewoon veel beter belegd. En dan weet je ook zeker dat het veilig is. Je kunt op maat jouw informatie delen in een logboek, je kunt een medisch dossier aanleggen en zo kun je jezelf ondersteunen in het dagelijks leven. Dus dat vind ik wel de meerwaarde van Qli. Naast dat je natuurlijk nog andere apps kunt selecteren die jou ook kunnen ondersteunen bij je zorg. In principe is Qli voor iedereen geschikt. Ja, zo is die wel bedoeld, zo is die ook gemaakt. Maar kijk, dat is natuurlijk het bijzondere bij autisme. Mensen met autisme zijn heel erg geneigd om zaken op dezelfde manier te doen. En die vinden het soms lastig om iets anders uit te proberen. Qli is wel nieuw. Het is een nieuwe manier om jezelf te ondersteunen. Ik zou zeggen, ga het gewoon uitproberen. Zoek uit voor jezelf wat er in Qli zit en wat jij zou kunnen gebruiken. En hoe je zo op deze manier jezelf zou kunnen ondersteunen. Dan kom je er het beste achter.